Kunstgrasvelden rukken op in het amateurvoetbal. Ook in Zeeland worden steeds meer velden aangelegd van nepgras. VCK is de eerste club in Zeeland waarvan het eerste elftal al haar thuisduels op kunstgras afwerkt. Kees Flipsen, vicevoorzitter van de club uit Koudekerken, speelde een grote rol bij de aanleg van de mat. We zijn al vele jaren met de gemeente in overleg omdat we hier een capaciteitsprobleem hadden, waardoor we genoodzaakt waren alle trainingen op een van de speelvelden uit te laten voeren. En dat betekende een enorme belasting van de velden. Met als gevolg dat ze halverwege het seizoen, zo rond de winterstop, behoorlijk slecht werden. En we onvoldoende capaciteit hadden om onze trainingen en wedstrijden bij elkaar af te stemmen en plaats te laten vinden. Een alternatief zou zijn een aanleg van een derde veld, maar die ruimte is er hier niet. En in overleg met de gemeente is toen besloten om een kunstgrasveld aan te leggen. En dat bevalt volgens Kees Flipsen heel goed. Dat zou u feitelijk aan degene moeten vragen die daar natuurlijk van het veld gebruik maken. Dat ben ik niet, maar afgaande op het aantal klachten en de reacties die we krijgen van spelers en trainers, bevalt het uitstekend. Uit een enquête van de PZC blijkt dat bijna de helft van alle Zeeuwse amateurvoetballers wel eens geblesseerd is geraakt tijdens het spelen van een wedstrijd op kunstgras. Maar diezelfde enquête, gehouden onder 141 voetballers van eerste elftallen en 67 clubs en trainers, laat zien dat slechts 5% van de spelers weigert op nepgras te voetballen. De reden is simpel. De kwaliteit van kunstgras is de afgelopen jaren flink verbeterd. Maar misschien nog wel belangrijker, veel voetbalvelden met echt gras verkeren in abominabele staat, zeker op de lagere niveaus. Mede daarom denkt Kees Flipsen dat er steeds meer kunstgrasvelden zullen worden aangelegd. Nou, in het amateurvoetbal denk ik dat het een behoorlijke vlucht zal nemen, omdat de kwaliteit van de velden gegarandeerd is door tijdens het hele jaar, ook tijdens de slechte periodes in het jaar. Onderhoud is, laten we zeggen, even duur dan wanneer een gewoon grasveld op amateurniveau moet worden onderhouden. Ja, het geeft gewoon veel meer mogelijkheden, maar de kwaliteit van het gras is ook constant. En de kwaliteit van een heleboel velden, van gewone grasvelden in het amateurvoetbal, laat toch wel heel veel te wensen over. Lees zaterdag alles over de enquête in de PZC.